naam is Niels Rossen, ik ben huisarts. In Venray heb ik een praktijk. Euthanasie is een van de pittigste, zwaarste dingen om te doen, maar tegelijkertijd echt ook een van de allermooiste dingen om te doen. Euthanasie is een heel bijzonder iets wat wij als dokters mogen doen. En tegelijkertijd heel zwaar en heel mooi. Het is een bijzonder iets, omdat het natuurlijk over een van de meest ingrijpende zaken gaat. Je helpt iemand te sterven. Onder omstandigheden waarin dat de laatste zinvolle actie is. En de keuze van de patiënt. En dat is heel heftig voor de dokter ook. En daar komt ook heel veel bij kijken om dat goed te doen. En omdat het zo belangrijk is dat het goed gebeurt, is het ook best stressvol om ervoor te zorgen dat het goed gebeurt. Het begint altijd met het verzoek van een patiënt van mij. Nou, dat verzoek is noodzakelijk natuurlijk, maar het is niet genoeg. Het mag niet zomaar euthanasie. Er zijn een hoop regels, voorwaarden. En als ik het eerste verzoek krijg, dan gaan we daarover praten. En dan gaan we ook die procedure in gang zetten. Heel belangrijk punt daarbij is dat er een onafhankelijke dokter moet komen om te controleren of zorgvuldig wordt gehandeld. Zo'n dokter heet een scanarts. En die moet gebeld worden, die moet langskomen, die moet geïnformeerd worden. En die rapporteert dan naar mij. En daarna valt de beslissing of er in die situatie inderdaad euthanasie mag worden uitgevoerd. Als dat zo is, dan praat ik daar lang en uitvoerig over met de patiënt. Hoe dat gaat, wat de wensen zijn, wat de angsten zijn. En maken we een afspraak. De patiënt kiest een plaats, kiest een datum, een tijd. En dan moet ik daar zijn. In de voorbereiding regel ik dan van alles, zodat ik 's ochtends bij de apotheker langs kan. Want alleen de apotheker mag mij de middelen verstrekken, die haal ik zelf op. 'S ochtends moet de ambulance even langskomen om een infuus te prikken, zodat er gegarandeerde toegang is tot de bloedbaan als dat nodig is. En dan zorg ik dat ik exact op het afgesproken tijdstip bij de patiënt ben. Het is voor zo'n patiënt natuurlijk een heel bijzonder en heftig iets. En als ik te vroeg kom, is dat vervelend voor de patiënt en de familie. Als ik te laat kom, is ook niet netjes. Dus ik zorg gewoon dat ik exact op tijd ben. Kom daar binnen. Bespreek nog voor een laatste keer het een en ander. Ik heb ook aangekondigd dat ik nog op het laatst een keer extra vraag. Het is echt wat u wil. Dat er nog een keer een kans is om te zeggen, misschien moeten we het anders doen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, maar dat vraag ik wel. En dan voeren we de euthanasie uit. Heeft de patiënt gekozen voor een drankje, dan bereid ik dat. En dan drinkt de patiënt dat op. Is het een spuit, dan moet ik die spuiten daar voorbereiden. En dan gaan we met de patiënt naar de slaapkamer, sluiten we de spuit aan en dien ik de middelen toe. Het overlijden kan heel snel gaan dan. Het kan ook wat langer duren. Als de patiënt is overleden, dan bel ik de gemeentelijk lijkschouwer. Die is ook van tevoren geïnformeerd van de voorgenomen euthanasie. En die komt dan langs om te controleren of al het papierwerk klopt, of de bijzonderheden zijn. Pas als de gemeentelijk lijkschouwer zegt, het is goed zo, dan sluiten we het af. En dan mag de begrafenisondernemer gebeld worden door de nabestaanden. Dan is de euthanasie zorgvuldig op dat moment in ieder geval gedaan. Dan is de euthanasie zelf gebeurd en dan moet ik zelf ook even van bij komen. Dus ik zorg er altijd voor dat mijn agenda dan leeg is. Geen afspraken heb, dat ik gewoon ook rustig even kan zitten. Het een en ander een plekje kan geven, want het is iets heel bijzonders, iets heel moois. En ik heb er ook altijd een goed gevoel na. Maar het is ook heel heftig. Het heeft gewoon tijd nodig. Het is nogal wat, euthanasie. Je maakt iemand dood. Het zijn jouw geneesmiddelen die jij zelf toedient, waardoor iemand sterft.
En dat is pittig, dat is heftig. Ik vind het tegelijk ook iets heel moois dat je mensen die geen waardig kwaliteit van leven meer hebben, dat je die toch een menselijk sterven kan bieden. En dat is een groot goed. Ik denk dat we daar in Nederland heel trots op moeten zijn dat we het hebben geregeld. En natuurlijk kan je kritiek hebben, het kan altijd beter, anders. Maar voorlopig hebben we toch de mogelijkheid in Nederland om mensen die keuze maken, die dat verzoek hebben, te helpen. Wat ik binnen de euthanasiepraktijk heel moeilijk vind, is het gesprek met patiënten als ze mij verzoeken om hulp bij overlijden over de procedure en de regels. Want het feit dat de patiënt mij vraagt is niet voldoende en soms kan het gewoon niet, mag het niet. En soms duurt het veel langer dan een patiënt zou willen of verwacht. En dat is moeilijk. Een ander probleem waar ik tegenaan loop is dat patiënten het ook moeilijk vinden te begrijpen wat euthanasie is in verhouding tot andere dingen die wij doen bij mensen in het laatste stukje voor het sterven. Zo bestaat er bijvoorbeeld iets dat heet sedatie. Dan brengen we mensen in slaap, houden we ze in slaap tot ze overlijden. En dat is geen euthanasie, daar zijn weer andere regels voor. En dat is heel moeilijk uitleggen aan iemand die ondraaglijk lijdt, die het heel moeilijk en zwaar heeft en die mij om een oplossing vraagt. Dat zijn soms erg lastige zaken die ook heel moeilijk zijn om goed uit te leggen aan de patiënt. Een compliment dat ik van een nabestaande kreeg was dat ze het had gezien, dat ze het mooi vond, dat ze het goed vond en dat ze zich kon voorstellen er zelf om te vragen. Vond ik het grootste compliment dat ik ooit heb gehad. En je hoopt dat het niet nodig is, maar als het mij overkomt, dan hoop ik dat ik een goede collega vind die mij ook kan helpen.